trappen en toen zat hij in de lift en hij ging snel omhoog. Helemaal naar het torentje. Ja. Het is een geweldig boek. Daar kan bijna geen ander boek tegenop. Dat is wel een feest der herkenning. Het zit ergens in een vakje in je hoofd waarvan je niet wist dat je het had opgeslagen. En dat komt nu allemaal weer boven. Is die ouder dan jij? Is die jonger? Ja, jullie hebben je nooit afgevraagd van wie stopt hem 's avonds in bed of wie koopt zijn boterhammen. Nee, dat was ook niet belangrijk. Nee, dat was het verhaal. Ja. En het boek was ook favoriet bij onze drie kinderen. Elk verhaaltje die je voorleest, dat de andere morgen weer kan. En het was heel spannend. Ja. Die Zaza die bijna dood was, maar toch niet. Spoilers. Gelukkig. Nee, dat vonden jullie echt heel zielig. Ja, en dan kan je ook je kind niet in bed stoppen. Want als het dan net op het punt staat dat er iets spannends gebeurt, ja, dan moest er toch nog even het hoofdstuk daarna gelezen worden. De scène met de stampertjes, ook steeds schitterend. Je mag op blote voeten over het matras in de kamer lopen. Je hoeft nooit je haren te kammen. Dat wil je. Ja, je hebt geen moeder die zich ergens mee bemoeit. Want je hoeft ik ben blij met de moeder. Ja. Maar de vriend. Maar ja, die voet op. En daar werd niet opgevoed. Daar kon je gewoon. Er waren 6 jongetjes met slordige haren op blote voeten. Geweldig. Ja. Dat wil je toch? Als je maar je best doet, dan kan heel veel lukken. Genieten van begin tot eind.